Meneer Voor de Wind, de Bijbel geeft de opdracht aan christenen om op te komen voor de vreemdeling. U houdt zich ook met asiel bezig. Hoe actueel is die boodschap en die oproep uit de Bijbel om op te komen voor de vreemdeling? Die is heel actueel. Als je op dit moment kijkt naar de spanningen bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, Syrië, maar ook Egypte. Dan zie je dat de mensen, met name in Syrië, de christenen, het land verlaten. Je zag het al in Egypte, waar er een verandering van regime is gekomen. Waar een moslimbroeder, een moslim aan de macht is gekomen. Waardoor de dreiging voor christenen, met name de kopten in Egypte, alleen maar groter wordt. Dus de instroom naar Nederland en Europa van kopten uit Egypte is alleen maar toegenomen. En nu christelijke groepen uit Syrië die ook vluchten weer naar Europa. Ja, zeer begrijpelijk, omdat voor hun het levensbedreigend aan het worden is. En ik vind dan ook dat Nederland open moet staan om deze mensen een veilige toevlucht te geven. En dat wij op het moment dat Egyptenaren of Syriërs hier al zitten, dat we heel terughoudend moeten zijn om deze mensen op dit moment terug te sturen. Ja, maar heel veel Nederlanders zijn ook tegen immigranten, omdat ze ons geld kosten en ze moeten inburgeren. En meestal is het vaak geld, hè? We moeten dan een onderscheid maken tussen mensen die hier komen omdat ze het economisch beter willen hebben. En daar heeft ook de ChristenUnie wel een probleem. Want we kunnen niet de hele wereld hier binnenlaten omdat het hier beter zou zijn. Of dat er hier economisch beter zou gaan. Wij maken als ChristenUnie ook het onderscheid tussen economische vluchtelingen en politieke en religieuze vluchtelingen. Mm-hmm. En voor die laatste twee groepen moet er altijd ruimte blijven in Nederland om deze mensen een veilige haven te geven. Want dat staat ook in het vluchtelingenverdrag wat ook Nederland heeft ondertekend. Op het moment dat mensen nergens anders meer naartoe kunnen dan naar Europa. En dan zou het nog eens een keer mooier zijn als we binnen Europa daar een eerlijke verdeling over gaan organiseren. Dat zit ook in de planning. Maar dan moet Europa altijd een veilige oord kunnen zijn voor deze mensen. Ja, en er moet dan ook geld voor beschikbaar zijn. Er moet geld voor beschikbaar zijn. Er moet goede opvang zijn. Het gebeurt nu zo dat er veel te lang nog de procedure duurt. Waardoor het soms kan voorkomen dat bijvoorbeeld kinderen van vluchtelingen of alleenstaande minderjarige asielzoekers hier soms jaren kunnen zitten, ingeburgerd zijn, school hebben gedaan, vriendjes hebben gekregen. En dat we zelfs als overheid niet binnen 8 jaar in staat zijn om deze mensen uitsluitsel te geven. En dan vindt de ChristenUnie dat je deze mensen niet meer met alle fatsoen terug kan sturen naar een land wat ze misschien helemaal niet meer kennen, waar ze de taal niet spreken. Mm-hmm. Als de overheid daadwerkelijk gebreken is gebleven, dan moeten wij ook de consequenties trekken en zeggen, oké, nu is dit je thuis en je krijgt van ons een asielvergunning. Ja, want nu gebeurt het dus dat mensen bijvoorbeeld 8 jaar in onzekerheid zitten. Die grens moet volgens u dan omlaag, ik noem wat, naar 4 jaar of zo. De procedures moeten korter. Het is onmenselijk om mensen zo lang te laten wachten of ze nou in Nederland mogen blijven of niet. Ze weten ook niet waar ze zich op moeten voorbereiden. Gaan ze nou terug of kunnen ze nou hier juist de taal gaan leren? Mogen ze hier alvast gaan werken, ja of nee? Dus die procedure moet veel korter. Maar de mensen die hier al langer dan 8 jaar zitten, als het gaat om kinderen die hier zijn opgegroeid, daarvan zeggen we, ja, die kinderen, die jongeren kan je niet meer terugsturen. Die zijn hier zo verworteld, die zijn hier zo opgeleid, dat ze ook een meerwaarde voor de Nederlandse samenleving kunnen vormen. Ja. Ik moest even hoesten. Nog even volgvraag. Hoe is Jezus een voorbeeld als het gaat om hoe je met vreemdelingen omgaat voor u? Nou, je zag dat Jezus wel het voorbeeld was om culturen te doorbreken. De Samaritaanse vrouw, het contact met die had, wat hij had met de Samaritaanse vrouw. Een bevolkingsgroep waar de Joden eigenlijk niet mee omgingen. Die cultuurbarrière oversteeg die eigenlijk. Maar je ziet het ook door de Bijbel heen. Het opkomen voor armen, weduwe, wezen en de vreemdeling. Die worden zelfs honderden keren in de Bijbel genoemd als belangrijk. Als iets waar we een opdracht naartoe hebben om ze uit te reiken, om ze op te vangen, om voor ze te zorgen. En ik ben heel blij dat ik bij een partij zit die dat ook heel hoog in het vaandel heeft. Ja, want wat staat er op het spel als je dat niet doet? Je zou misschien denken, ja, wij gaan de economisch dan niet op achteruit en dergelijke, we hebben hier geen last van. Wat staat er op het spel als we niet opkomen voor vreemdelingen? Ik denk, er wordt nu wel gezegd, ook door andere partijen, dat er bezuinigd moet worden op ontwikkelingssamenwerking. Ik denk dat dat een hele korte termijn gedachte is. Ten eerste vind ik dat je de rekening van deze economische crisis niet neer moet leggen bij de allerarmsten in de wereld. Maar ten tweede heeft het ook een kortzichtige blik. Want op het moment dat wij niet blijven investeren in ontwikkelingslanden, in Afrika, maar ook in Oost-Europa, dan zullen we zien, als we dat niet doen, dat we daar niet de mensen de kans geven om zich te ontwikkelen, naar school te gaan. En dan zullen mensen hun heil ergens anders gaan zoeken, namelijk in Europa. En dan zullen we hier heel veel mensen naartoe kunnen krijgen. Ja, en dan heb je een hele andere situatie. Mm-hmm. Dus ik hoop dat die
vorm van naaste liefde niet alleen geldt voor onze buren, maar ook voor de mensen die verder weg onze steun en hulp nodig hebben.